hebben Noah vanavond niet. Die is even naar huis toe gegaan natuurlijk. Moeder Linda was 60 jaar. Groot feest natuurlijk. Leuk, leuk. Dat is ook blijven logisch dat ze er even niet is. Dus we hebben een ander zonnetje in huis gekozen. Een man die aan het begin van dit EK nog zo positief was. Maar die begint langzaam maar zeker zijn fles azijn weer leeg te drinken. Valentijn Driessen. Valentijn, wat is er toch met je gebeurd de laatste week? Ja, ja. Goedenavond. Goedenavond. De afgelopen weken. Ja, nou ja, ja. Je begon heel positief. Ja, het gaat zo goed met dat Nederlands elftal. Ja, ja, ja. Maar ja, als ik ze gisteren zie tegen Turkije B, dan zakt de moed me wel in de schoenen. Want dan ga je er gewoon aan tegen die Engelsen. Dan heb je niks te zoeken ook in de finale. Zeker niet tegen Spanje, want dan word je links en rechts vliegen ze om je oren, denk ik. Maar je hebt die Engelsen er ook gezien? Dus ik ben niet meer zo positief, nee. Ja, ja, maar ja, die hebben wel kwaliteit natuurlijk. Meer kwaliteit dan Nederland rondlopen. Als je ziet in de slotfase hoe moeizaam je die 2-1 over de streep trekt. En hoe moeizaam je aan die doelpunten komt. Ja, Nederland die zegt, nee, het valt me zwaar tegen. Maar help me tegen even nummer 45 van de wereld. Hè? Ja, maar even, help me even. We staan in de halve finale, Valentijn. En jij doet alsof we er al uit liggen in de eerste ronde. Ja. Je kan toch wel iets van het gevoel verwoorden? Nee. Ja, ja, je vraagt op mijn gevoel. En mijn gevoel is zo. En ja, die supporters die zie ik ook allemaal om me heen. Ja, en die zijn allemaal half dronken. En die roepen de grootst mogelijke onzin. En ze gaan met 100.000 naar Dortmund. Ja, dat denk ik, ja. En de wedstrijd zien ze daar niet. Dus wat ga je daar in godsnaam doen? Maar ik gun ze al hun pleziertjes. Maar ze moeten mij niet mee lastigvallen. En dat doen ze wel heel veel. Ze en vallen je lachen. Zeker van de Oranje Parade. Ja, is dat zo? Die vallen je lachen. We zijn toch allemaal wel eens dat we dat Engeland de slechtste 70 minuten op een EK ooit speelde. Ja, dat leek nergens op. Verschrikkelijk. Stil op een gegeven moment. Ja, maar dat ging. Je dacht, de tv is kapot, hè? Nergens over. Nee, helemaal niet. Hey, moet je niet eens even lekker dronken worden anders daar een keer, Valentijn? Gewoon een beetje een leuke avond, gezellig aan de bar, hè? Dat soort dingen. Dat is misschien wel een goed idee om eindelijk een keer dronken te worden, ja. Ja. Ja, misschien gaat dat dan een stuk beter met me, ja. Ja, dit is niet 28 dagen. Dus, je werkt niet voor de Volkskrant. Je werkt niet voor de Volkskrant, je werkt voor de Telegraaf, hè? Denk er nou aan. Deze toespraak zit heel Nederland aan de pillen vanavond. Van links naar rechts, van links naar rechts. Hij gelooft toch ook wel? Voor en achter. Hij gelooft toch. Die Engelsen die zijn echt niet blind, hè? Nee. En die Lineker en Noemer, die zeggen dat goed, dat is natuurlijk ook niet waar. Zij hebben meer angst voor ons dat wij voor hun hebben, hoor. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat denk ik maar ook. Wij hebben de neiging om onszelf altijd een beetje te overschatten. Moeten we zeker niet doen. Overigens, de Engelse tabloids die vegen de vloer aan, hè, met het Engelse elftal. Ja, en met de trainer. Weet je wat het is, Johan? Die Kane heeft 2 weken geleden 1 keer gezegd over Lineker en Shearer. Jullie hebben in dezelfde positie gezeten. Je weet hoe zwaar zo'n shirt weegt. Hou je een beetje in. Want je weet ook wat voor impact dat heeft. En die gaan het dan doen. Ja. Dat is toch ook slecht. Nou, staan wij er anders in. Ja, ja. We gaan ons zonnetje in huis bedanken. Ja. Lekker, nou, Valentijn. Nou weer van links naar rechts. Hè? Kom op. Ja. Neem een rondje op mijn kosten. Ja. Neem er 5. Hop. Hartstikke goed achter. Inderdaad. Ja. Dames en heren, Valentijn Driessen. Ja. Heel goed. Tot donderdag. Ja. Tot donderdag. Ja. Graag gedaan. Tot dan. Ja, dan kun je die mensen toch niet aandoen in Nederland. Die zitten in een lekkere stemming en dan krijg je deze man met de. Dat kan toch niet? Wat vind jij ervan, Leontien? Nou, hij heeft er niet echt vertrouwen in. Nee, jullie hebben er vertrouwen in. We staan in de halve finale, dat is toch knap? Ja, maar volgens mij hebben al deze mannen er geen vertrouwen in. Ik wel, hoor. Eén ding kan je. Ik vind het wel goed dat hij gewoon bij zijn mening blijft. Ja, maar iets kan je hem niet. Hij is altijd zichzelf. Ja. Hij is altijd zichzelf. Dat is toch goed? Nee, maar dat vind ik ook wel goed. Want dat gehos met die Oranje mensen, overigens. Dat vond je leuk. Hij kwalificeert die Oranje mensen als een idioot. Dat zijn abonnees, hè?